Waar het uiteindelijk om gaat, is hoe benaderbaar is de overheid. Door het Koning zegt, alles moet digitaal. Contact via telefoon, eigenlijk liever niet. Alles zoveel mogelijk digitaal. Dat is heel mooi, als het kan. Maar niet iedereen kan dat. En zelfs de digitale snelweg kan wel eens omvallen. Ik heb hier een mooi voorbeeld van voor ons Koning zelf. De dag van de kandidaatstelling bleek dat de digitale infrastructuur van ons Koning het niet deed. Wij kregen een handgeschreven ontvangstbevestiging van het inschrijven van onze kandidatenlijst. Kijk. Dat is dus digitalisering. En het kan prima, maar je moet wel bereikbaar blijven. Mensen hebben ook behoefte aan het gesprek met iemand. Terecht hoor ik de opmerking van het is te veel, misschien digitaal. Maar er is ook een hele groep mensen die vindt het juist wel handig dat ze thuis bepaalde zaken kunnen regelen. Want voor uw beleving, ik heb dat nog eens even opgezocht, wat doen we nou eigenlijk digitaal? En wat kan er nou aan producten door de burger worden binnengehaald? Afschriften van de burgerlijke stand, overlijdensaangifte, uitreksel, verhuisaangifte, verklaring omtrent gedrag, kan allemaal digitaal. Als u vindt, ja, dat is lastig, dan kun je in contact komen, telefonisch, en die leid je door de digitale weg heen. En als dat niet lukt, komen we bij u thuis om u te helpen.